Goeiedag allemaal en welkom op mijn vlog. Vandaag een luistervlog, want hoe gaaf. Ik mocht meedoen met het 60 seconden spel bij Aan de Slag met Corné Klein. Normaal is dat van Bart-Jan Arends zo uit mijn hoofd, geloof ik. Super gaaf. Er kwam een vraag voorbij. Je moet altijd een vraag beantwoorden op de app. Van wie Douwe Bob onlangs een duet had gehad. En dat is Jacqueline Govaerts, dat wist ik. Dus ik appte dat. En totaal niet in de veronderstelling dat ik teruggebeld zou worden. En toen kreeg ik zijn productiemedewerker aan de lijn, Joost. En hij zei, goh Michiel, de kans is groot dat je straks gebeld wordt. Dus vertel mij wat over je hobby's en wat je allemaal doet. Dus ik uiteraard vertel dat ik boeken schrijf. Even een sleuk reclame nu. En toneelspelen en van alles en nog wat vertelde ik. En hij zei, nou hartstikke bedankt. En wie weet bellen we je terug. En ze belde terug. En nou ja, dat stuk wil je nu graag laten horen. Dus luister en geniet. Michiel, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo dan, Michiel Geurts uit Denenkamp. Hoe is het? Klopt. Goed, een beetje zenuwachtig, maar goed. Een beetje zenuwachtig, waarvoor dan? Voor het 60 seconden spel. Dat meen je niet. Oh, dat ben ik niet. Het is maar een spelletje, joh. Kan jou het dat spelen, is waar, toch? Dat is waar. Ja, is ook weer... Je neemt het wel op tegen drie vrouwen. Annemarie die heeft afgelopen maandag meegespeeld. Margot dinsdag. Gisteren Iris met een topscore van 14 goed. Dus dat wordt, een pittig spelletje. Dat wordt het zeker, ja. Maar het is en blijft een spelletje. Hey, even over jouzelf. Je bent social media coördinator bij de gemeente. Klopt. Dan hou je van columns en boeken schrijven. Je bent ook nog regisseur bij toneelstukken. Klopt ook, allemaal, ja. En je bent op zoek naar een klucht, een stuk om te spelen. Ja, we zijn, we gaan in september zeg maar repeteren. En dan ben ik nu zeg maar op zoek naar boekjes die leuk zijn, kluchtig, comedy, blijspel, wat bij onze groep past. En dat we dan weer een mooi kluchtig toneelstuk op de planken kunnen zetten. Er moet gelachen worden in Denenkamp. Vind ik wel, ja. Ja, leuk dorpje trouwens. Ik was er vorig jaar nog in Denenkamp. Oké, gaan. Ja, familieweekend en een gigantische boerderij. Helemaal goed. Oh, dat is, dus daar geniet ik daar. Dat, zeker te garanderen. Ja. Oké, we gaan het spelen, Michiel. Geef antwoord op de eerste vraag, dan gaat de klok lopen. Ik wens je heel veel succes. Oké, dank je. Met welke zangeres maakte Douwe Bob eind vorig jaar het nummer I Do? Jacqueline Govaerts. Hoe wordt het binnenste van een appel of een peer genoemd? Klokhuis. Van welk bedrijf heeft de staat sinds kort aandelen? KLM. Over een bed vol met welke bloemen zong Bon Jovi? Roses. Wat wordt er ook wel H2O genoemd? Water. Voor welk team rijdt Max Verstappen zijn races? Red Bull Racing. In welke stad speelde de tv-serie Baantje zich af? Amsterdam. Over welke meisjesnaam zong Kid Creole I'm Not Your Daddy? Annie. Welke textielstof wordt gemaakt van, met de vacht van een schaap? Wol. Hoeveel rondjes van 400 meter gaan er in 1,6 kilometer? 4. Is zangeres Adele geboren in Londen of New York? Londen. Met wat voor kleur zwaailicht rijdt de politie rond? Blauw. Een koe geeft 10 liter melk per dag. Hoeveel liter geeft een stier? 0. Met welke meisjesnaam scoorde WOF de kunstenhit? Suzanne. Uit welk land is IKEA afkomstig? Zeven. En welk dier heeft automerk Ferrari in het logo? Paard. Dus even kijken naar Joost. Is die laatste nog goed, Joost? Ja, hè? Hij zegt van wel. Even kijken, beste Michiel. Ja? Ik heb 16 vragen gehad en je hebt ze allemaal goed. Oh, echt? Yes. Geweldig. Onvoorstelbaar. 16 goed. Nou, dat is de highscore. Je gaat echt met bloedspoed richting die aan de slagroomtaart van morgen. Oh, heerlijk. Ja, ik weet het. Ik weet hoe lekker dat die is. Gefeliciteerd. Je krijgt het album van Douwe Bob. Natuurlijk het 60 seconden spel t-shirt. En misschien spreek ik je morgen voor die aan de slagroomtaart. Ah, super. Geweldig. Fijne dag, Michiel. Dankjewel. Bye. Ik had de 16 dus goed. Maar ja, ik kon ook nog die taart winnen. Als dan een dag later, dat was de laatste, was vrijdag. Diegene die daar aan de beurt was, er niet overheen zou gaan. Nou, en dat stukje, dat heb ik natuurlijk ook op het geluidsband staan, wou ik wel zeggen. Op de geluidsband staan. En dat wil ik nu even laten horen. Dus luister en geniet. Je merkt al dat ik nog steeds in de adrenaline zit. Ga maar luisteren. Dag Barry. Hi, van hetzelfde. Oké, dan dag. En hallo, vriend van gisteren, Michiel.
Hey, goedemorgen. Gefeliciteerd, de highscore van 16. Ja, ik vind het geweldig. Yay. Gefeliciteerd, dank, want dank. Jij krijgt ook de aan de slagroomtaart. Oh, geweldig, lekker. We gaan zorgen dat hij snel bij je is. Oh, dan ga ik ervoor zorgen dat hij snel opkomt. Helemaal goed. Fijn weekend, hè. Van hetzelfde. Dag, Michiel. Hoi, bye bye. Nou, je hoort het. Ik heb de taart gewonnen. Een t-shirt en een cd van Double Pop. Hoe gaaf is dat? T-shirt, als die binnenkomt, ga ik hem uiteraard een keer ook op de vlog dragen. En dan zal ik Radio 2 wel even taggen. Dus ik ben helemaal blij en content. Ik ben blij dat ik uiteindelijk nog een beetje leuke reclame heb kunnen maken voor al die kijkers die nu gaan kijken en luisteren. ja, dat moet. Dat het maar een bestseller mag worden. Nou, de landelijke radio heb ik al gehaald. Ik wens jullie een heel mooi weekend als je dit op een dag voor het weekend kijkt. En anders wens ik jullie een hele mooie maandag, of dinsdag, of woensdag, of donderdag, of vrijdag, of zaterdag, of zondag. Ja, dus tot de volgende vlog. Everybody, that's a wrap.